verliefd op een duurlijk woning. Het gevoel dat je hebt als je ergens een woning wil kopen, daar kan je echt helemaal vlinders van in je buik krijgen. En dat gevoel, die verliefdheid, die hebben we eigenlijk van begin tot eind doorgevoerd. Het is een campagne die ons als opdrachtgever in het hart heeft geraakt. Het hart hebben we centraal gesteld in de campagnes visueel. Wij zoeken altijd naar een bureau dat iets bedenkt wat je zelf niet had bedacht. We hebben de campagne afgetrapt op Valentijnsdag. Wat is romantischer dan die dag? Onze doelstelling was dat wij 75% van de woningen, dat we die zouden verkopen. Onze campagne Verliefd op een Dudok woning heeft geleid tot de verkoop van 13 van de 14 woningen die Dudok wonen te koop had. Waarom onze campagne Verliefd op een Dudok woning moet winnen, is omdat we dat gevoel van verliefdheid, die emotie, dat gevoel, dat willen wij vasthouden, maar vooral met iedereen delen. Ook met jou. Tijdens de overstapweken, eind december, stond ook dit zo weer klaar om heel veel geld te pompen in een grote massamediale aanpak om zorgverzekeraars te laten overstappen. Maar dit jaar besloten ze dat eens keer niet te doen. Zij wilden het geld geven aan kankeronderzoek. Daarvoor hebben wij een filmpje opgenomen met John de Wolf. We hebben heel Nederland opgeroepen om onze nieuwe online film te kijken. En bij iedere keer als je kijkt, werd er een euro gedoneerd. En bij iedere keer als je deelt, 2 euro. We hebben binnen 4 dagen 1 miljoen opgehaald. We wilden echt hard voor de zorg tonen. Maar daarnaast ook een soort van merksympathie creëren voor dit zo. Als je hard hebt voor zorg, is het veel beter besteed aan een dergelijk onderzoek. Zij zijn heel erg enthousiast over wat het allemaal heeft losgemaakt bij het publiek. En zeker voor herhaling vatbaar. We hebben onze salesdoelstellingen bereikt. Maar daarnaast, en belangrijker, is vooral de likability van het merk. We hebben 50.000 nieuwe klanten mogen verwelkomen met de zorgcampagne. Deze campagne moet de VPRA Awards winnen. Omdat we met deze campagne echt de hele verzekeringssector aan het denken hebben gezet. Over hoe ze echt hard voor de zorg kunnen tonen. En het bewijs maar weer, sharing is caring. Wij hebben geprobeerd met deze campagne mensen anders tegen Marktplaats aan te laten kijken. En te laten zien dat je met je eigen creativiteit en met een likje verf een product een nieuw leven kan inblazen. Voor ons was het heel belangrijk om de meerwaarde van Marktplaats inzichtelijk te maken. En de pop-up Twitter-veiling is een in het oog springend instrument dat verzonnen is om aandacht te creëren voor het feit dat spullen heel makkelijk een tweede of derde of vierde leven kunnen krijgen. De opbrengst van de veiling was 5200 euro. Dat is allemaal naar de Guusje Nederhorst Foundation gegaan. Omdat het belangrijker dan de financiën was het creëren van aandacht voor kinderen die wat minder kans hebben. En in het verlengen daarvan voor het gemak waarmee je via Marktplaats spullen kunt hergebruiken. Ik denk dat we deze award echt moeten winnen omdat we de doelgroep anders tegen Marktplaats aan hebben laten kijken. We hebben een online warenhuis tijdelijk eventjes offline gehaald, tastbaar gemaakt. En gezorgd dat shoppen en inspiratie op deze manier samenkwamen.